Onken is toch weer al een primeur voor Antwerpen. Opening van deze prachtige fietsstalling op de Teniersplaats. Ja, inderdaad. We openen hier vandaag een fietsstalling op de Teniersplaats met twee functies. Eén is het er een functie voor bezoekers. Bezoekers van de stad. Bijvoorbeeld als je een keer naar de opera gaat of je gaat winkelen op de Meer. Dan kan je hier op een veilige, comfortabele manier je fiets achterlaten. En een tweede functie is een buurtfietsenstalling voor mensen die hier in de buurt wonen en die graag hun fiets 's nachts bijvoorbeeld parkeren op een veilige plek. Het voordeel voor de bezoekers is dat deze fietsenstalling de eerste 24 uur perfect gratis is en dat men dus, zolang men de fiets niet langer dan 24 uur laat staan, niet moet betalen. Er is gedacht ook aan elektrische fietsen, aan bakfietsen die hier kwijt kunnen? Wel, er is hier inderdaad ook ruimte voor een aantal bakfietsen. En voor elektrische fietsen en gewone fietsen natuurlijk. Maar ik denk dat heel veel mensen hebben mij in het verleden al gezegd van ja, we komen toch misschien graag met de fiets naar het stad, maar we zijn niet zeker. En als we onze elektrische fiets achterlaten, we vinden dat toch, we vertrouwen dat niet helemaal. Wel, dan zeggen we van voilà, kom nu naar de buurtfietsenstalling. We zijn trouwens van plan, dit is een eerste van meerdere buurtfietsenstallingen die we zouden willen installeren in de stad en in de kern van de stad. De fietsrekken vond je heel speciaal en heel goed. Ja, dit zijn zeer efficiënte fietsrekken. Je kan je fiets er op een goede manier inzetten, maar je kan hem ook goed bevestigen aan het fietsrek. En dat vind ik toch wel een pluspunt. Dit zijn typisch fietsrekken ook die in Nederland goedgekeurd zijn voor fietsstallingen.